Welkom bij Op weg naar Koningsdag. Het programma waarin te zien is hoe Dordrecht is voorbereid op de komst van Willem-Alexander en Maxima. In deze eerste aflevering aandacht voor het koningsbrood, de bloemen van Maxima en een Dordtse outfit voor de koninklijke familie. Maar we beginnen met de druk bezochte persconferentie waar burgemeester Brok hoogstpersoonlijk bekend maakte wat de koning en koningin allemaal te zien krijgen. Velen van u weten wellicht nog wel te herinneren en enkele van u waren daarbij, 11 oktober vorig jaar, toen in onze schitterende grote kerk in onze oude historische binnenstad Zijne Majesteit de Koning tijdens het Oranje Congres van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen, wat zo uitmuntend werd georganiseerd door ons eigen Oranje Comité, bekend maakte dat hij een andere opzet ziet voor Koningsdag. En nog verheugender was het natuurlijk toen de koning vertelde dat de eerste Koningsdag nieuwe stijl in de oudste stad van Holland ook zou gaan plaatsvinden. Af dat eerste moment is er een enorm enthousiasme losgekomen in onze stad, in onze regio. Zijn er vele mensen met vele initiatieven gekomen om te proberen om deze dag niet alleen voor onze stad en voor de regio Drechtsteden, maar voor ons hele land ook een feestelijke te laten zijn. De speech van de koning in de kerk bij het congres voor de Oranje Comité's van ons land heeft ons geïnspireerd. En binnen die contouren hebben wij naar een invulling van een programma gekeken. Hier zal vervolgens plaats gaan vinden de Grande Parade, zoals we dat graag noemen. En dat is een en al feestelijkheid op dat drie rivierenpunt, op de kruising van de Drechtsteden. Daar zal de koning, maar ook iedereen die daarbij aanwezig is en ook de kijkers thuis, verschillende maritieme bedrijven kunnen aanschouwen uit onze regio, maar ook recreatieve iconen, organisaties en gemeenten uit de regio, ook Oranje Comité's die op een hele beeldende wijze zullen laten zien wat de regio, maar ook Dordrecht in het bijzonder, zo uniek maakt. In de kerk zal ongeveer 10 minuten zullen we getuige zijn van dat evenement wat sinds een paar jaar hier in de stad, maar ook sinds de laatste editie in de regio, nadrukkelijk cultureel accent geeft en dat is het Bachfestival. Groot Drechtstedelijk Bachkoor, zal ik maar zeggen, zal daar iets ter gehoor gaan brengen en vervolgens zal ook natuurlijk het unieke Bachorgel, wat wij mogen huisvesten in die grote kerk, een centrale plaats krijgen in dit programma onderdeel. Daar krijgt het programma onderdeel Meet in Dordrecht accent. Op die plaats is het mogelijk voor ons om talrijke initiatieven en mensen die met ideeën kwamen ook daadwerkelijk plaats te geven. Alles wat in Dordrecht gemaakt wordt, soms al heel erg lang, al decennia lang, zullen we daar met trots tonen. Wij zijn enorm dankbaar dat Zijne Majesteit de Koning ook het Hof van Nederland zal gaan openen op 27 april. Dat zal op een hele mooie, spectaculaire manier gaan gebeuren. Met ook nadrukkelijk verbinding vanuit het verleden terugbrengen naar het heden, naar de actualiteit van vandaag de dag. Dat zal op een hele beeldende manier ook zijn vorm gaan krijgen in die plaats of op die plaats, op dat plein waar het op 19 juli 1572 ooit allemaal begonnen is. Waar de basis eigenlijk is gelegd voor het Nederland zoals we dat nu ook kennen. En daar zal het thema centraal staan, de Dordtse jeugd is het einde. En ook met elementen van een wedstrijd kunnen daar jongere mensen uit onze gemeente en ook uit de regio iets laten zien van wat ze allemaal kunnen op creatief gebied. Ook echte Dordtenaren vanuit het verleden
die hun sporen al verdiend hebben, zoals DJ Lucien Ford en Nielsen. Die zullen daar acte de présence geven en een bijdrage geven aan het programma. Weken werd er in het diepste geheim aan gewerkt. Een brood met een speciale smaak en een speciale betekenis. Zaterdag werd het resultaat in de Andreaskerk getoond en geproefd. Dordt kwam. Nou, dat vond ik echt ontzettend leuk. En toen dacht ik, wat zou het mooi zijn als wij als kerk iets kunnen doen. Dat heb ik naar onze predikant gemaild, Dominee van der Houten. Je zou eigenlijk een heleboel dingen kunnen verbeelden die met de grote kerk te maken hebben. En toen kwam ik op het verbindende beeld van brood. En dat heb ik gemaild. En dat is toen opgepakt door de Raad van Kerken. En dat is geworden tot wat het vandaag is. Heel zacht. Een beetje kruidig. Maar zacht. Nou, heel aangenaam. Nou, het houdt het midden tussen een gebakje en een lekkere boterham. Ja. Het is moutkorn. Dat is een basis van geroosterde granen met tarwebloem. En dan zit er in uiteraard gist, wat zout en 5% oranjesnippers en 15% gedroogde abrikozenstukjes. En zo wordt het volgens de werkwijze gemaakt. De bedoeling is dat wij van de opbrengst van het brood, van ieder koningsbrood, dat daarvan 25 cent een kwartje naar de stichting Leergeld Drechtstenen gaat. Onze stichting probeert kinderen die door de inkomenspositie van hun ouders niet in staat zijn om volledig deel te nemen aan activiteiten op school of bepaalde uitgaven voor school, zoals boeken of lesgeld niet kunnen betalen, om die te ondersteunen. Het verbindt in dit geval kerken. Het verbindt de kerk met het bedrijfsleven. Het verbindt nu met Stichting Leergeld. Dus in die zin voldoet het erg aan de wens van de koning dat Koningsdag verbindend zal zijn. En daar zijn eigenlijk al heel bijzondere dingen mee gebeurd. En we hopen dat dat ook nog verder gaat doordat ook het brood uitgedeeld wordt in verzorgingstehuizen. Op allerlei plekken waar, bij de voedselbank, waar mensen een stukje aandacht en brood graag ontvangen. Ja, koningsbrood, dat moet toch iets bijzonders zijn. Hè? Ik bedoel, daar kun je niet met een wit bolletje met een beetje frutsels erdoor. Nee, dan wordt het echt... En daar hebben we 4 keer hard aan gewerkt. En dit is het resultaat. Als ik een boeket zou mogen maken voor de koningin, en dan zou ik met een hele vrolijke bloemen mee beginnen. Het is een lachende koningin die wij weer hebben. En het zich echt presenteert binnen ons volk, laat ik het zo maar zeggen. En ik denk dat ik wel een leuk boeketje voor haar zou maken. Echt een vrolijk boeket. Een zwierig boeket, om het zo maar te zeggen. Echt met allerlei soorten van tuinbloemetjes. Nou, dit is trilgras en dat zal er heel goed bij passen. En ik denk dat bij onze koningin, als ik zo wel eens op televisie zie, dan... ik heb ze nog niet in de winkel gezien, laat ik het zo zeggen. Maar als ik ze op televisie zie, dan denk ik dat het toch wel heel leuk zou zijn als zij... met haar kleding enzovoort, dat er heel veel blauw of paars ging komen. Dus ik zal allemaal zulke soort bloemetjes uitkiezen om haar boeketje te maken. Nou, ik denk om er weer een beetje tegenkleur te geven, denk ik dan met deze callas erbij nemen. U kunt ook disseltjes nemen, eventueel, maar dan moet even kijken of dit
Dit witte bloemetje, dat is ook een heel fijn wit tuinbloemetje. Dat kan er ook heel goed bij. Vervolgens zou ik het natuurlijk afwerken. Dan moet er afwerken worden met dit soort blad. Hè? Als je hier een mooie schikking van maakt, een mooie biedermeierschikking. Ik ben een voorstander om geen draad te gebruiken, niet een stijf boeketje. Ik denk dat het gewoon een heel los boeketje moet zijn. En wat op het moment ook nog wel heel leuk is, is natuurlijk de bolbloemetjes en hier deze blauwe druifjes. Die zou er ook heel goed bij doen. Nou, die zou je zo gegroepeerd kunnen doen, maar je zou ze ook helemaal kunnen mengen. Dus als het zo op een groepje zit, nou, dan valt het ook weer mooier op. En vervolgens ga ik natuurlijk een netjes korenschoof ga ik daar binnen. Dus dat wil zeggen dat de ene steel voor langskomt, die gaat dan naar rechts. En de andere steel die gaat achterlangs. En als we dan zo steeds doorbouwen, dan krijg je gewoon een korenschoofgebonden boeketje. En die voldoet aan alle eisen, denk ik. Dus als je dat... Dat is natuurlijk wel heel fijn van dat trillengras nu op dit moment. Het ziet er gewoon heel mooi uit. En deze vergeetmenietjes zijn natuurlijk vergeetmenietjes. En dan kunnen we natuurlijk gewoon een heel fijn boeketje mee maken. Dit is natuurlijk weer die kalla om een beetje stevige kleur erin te brengen. En dan vallen alle bloemen beter op. Hè? Dus nou, dan kunnen we dat er zo tussen doen. Kijk, en zo bouwen we dat hele boeketje bouwen we door. De ene naar voren, de andere naar achteren. En dan komen de stelen allemaal goed uit. Dan krijg je een leuk geheel. Als we dat dan weer afwerken met een blaadje, dan vallen de bloemen nog meer op. En dan kunnen we zo de koningin op pad sturen hier in Dordrecht. Ze is wat ons betreft ontzettend welkom. Hey, dit is dan het speciale bloembindenstouw waar wij veel boeketten mee afbinden. We gebruiken ook wel eens een elastiekje, hoor, maar dit is veel natuurlijker. En dan gaan we de bloemen eigenlijk voor die dag gaan we gewoon afknippen. Zorgen dat het gewoon mooi recht is. En dan natuurlijk allerlei vormen. Je kan natuurlijk ook met dat soort blad kan je natuurlijk afwerken met dat aspidistrablad. Je kan het ook met lint afwerken, maar ik denk dat we het gewoon zo natuurlijk mogelijk moeten houden. En dan, nou, het is eigenlijk gewoon even zorgen dat hij even de eerste keer vast komt te zitten. Alle losse dingetjes even tussenuit. Nou, en dan doen we hem gewoon zo vastbinden. En dan denk je, nou gaan we knoopjes in doen. Nee, we gaan gewoon even tussen de stelen door. Allemaal zo natuurlijk mogelijk. En dan... En dan zit het gewoon vast. Kunnen we ook gewoon het touwtje weer afknippen. Dan gaan we die normaal tussenwerken, dat het niet allemaal zo zwierig is. Nou, en dan kan dan gewoon het boeket, dat kan gewoon blijven staan. En dan is hij goed geschikt. En er is geen enkel probleem. En de koningin die, kan er gewoon mee doen en laten wat ze wil. Met de bloemen komt het dus wel goed. Maar ook over de outfit van de koninklijke familie wordt al weken nagedacht. Wat ze dragen blijft tot 27 april geheim. Maar Dordtenaar Martijn de Rijke liet zich alvast inspireren door de koningin. En maakte voor haar en haar familie bijzondere accessoires. Ja, op het moment leg ik de laatste hand aan weer een serie corsages, oranje corsages, voor Koningsdag. Want ja, hoe leuk is het als je, en hoe chic is het als je met zo'n mooi glimmende corsage op Koningsdag loopt.
Je moet weten, het is gemaakt van autogordel. En ik ben de enige in Nederland die een heleboel kleuren in autogordels heeft. En weet je, dat kost ontzettend veel tijd, want dit is vrij makkelijk met de machine te maken. Maar vervolgens moet ik alles met de hand hier nog aan gaan zitten maken. Knoopje eraan en uiteindelijk rond ik af met het speldje om hem op te kunnen spelden. Dus ik ben nog wel heel even bezig voor 27 april. Ja, en weet je, Koningsdag is natuurlijk een unieke gelegenheid om iets leuks te maken en te verzinnen. En dat blijft niet alleen bij deze corsages, want ik werd natuurlijk uiteindelijk ontzettend geïnspireerd door koningin Maxima. Een hippe en moderne vrouw die zich volgens mij heel goed durft te onderscheiden. Dus ik heb een ontzettende, ja, vind ik zelf, leuke kluts voor haar ontworpen voor Koningsdag. En ik had natuurlijk erg de hoop dat ja, bij haar terecht zou kunnen komen voor die tijd. Zodat ze dat ook echt kan dragen in Dordrecht. Maar nou, ik heb begrepen dat het vrij lastig gaat worden. Maar goed, het vindt gretig aftrek bij andere oranje fans. Dus wat dat betreft, leuk genoeg. Het is overigens niet mijn allereerste tas die ik maak. Ik ben juist nu ontzettend bezig met autogordels. Maar zo ben ik ook eindeloos gek van allerlei huiden. En maak ik gewoon een tas ook van een koeienhuid. En in dit geval nog met het originele oorlabel erin. En ja, voor de zomercollectie heb ik dan hele frisse sorbetkleurtjes gebruikt. En ik kan ook ja, een tas op maat maken en naar wens van de klant. Want je kunt bij mij dan ook zelf je tas samenstellen. Eigenlijk het kleurenpalet kiezen en de grootte, het formaat en hoe de binnenkant eruit moet zien. Dat ja, is allemaal, staat allemaal vrij. Ik zou het natuurlijk erg leuk vinden als onze koning klant bij me wordt. Maar dat hoeft al niet eens. Hij mag hem van me krijgen. Want ik heb voor hem een kikkertje ontworpen om hem te doen. En dat bracht mij weer op het idee om voor de meiden natuurlijk een leuke diadeem te ontwikkelen. Dus ja, hoe leuk zou het zijn als de koninklijke familie in vol ornaat zo in Dordt rondstapt. Tot zover de eerste aflevering van Op weg naar Koningsdag. Volgende keer aandacht voor onder meer digitale slingers en oranje kunst.